Ja, mevrouw De Moor, u ging zorgen voor een menselijker asiel- en migratiebeleid. En wat zien we? Op vandaag slapen er asielmigranten op straat. En niet zomaar op straat, er slapen gezinnen in de pis, tussen het afval, in onveilige straten en achterhoekjes van Brussel. Is dat dan menselijk, mevrouw De Moor? Jongeren die uitgestuurd worden vanuit Afghanistan richting België om hier een uitkering te krijgen en die te kunnen doorstorten naar hun familie, een vorm van kindermisbruik werkelijk, is dat dan een menselijk beleid? En kindermisbruik mag u trouwens zeer letterlijk nemen, want niet zelden worden die jongeren gebruikt in de kinderprostitutie. Is dat dan een menselijk beleid, mevrouw De Moor? Een beleid dat ervoor zorgt dat mensensmokkelaars miljarden euro's verdienen, dat er mensen op dagelijkse basis verdrinken op de Middellandse Zee of verstikken in vrachtwagencontainers. Is dat dan een menselijk beleid, mevrouw De Moor? Een beleid waarmee u liever één migrant hier helpt dan 140 in de regio van herkomst. Is dat menselijk? Een beleid dat migranten hier opvangt in hotels en op die manier totaal verkeerde, valse verwachtingen creëert voor andere migranten die ook naar hier zullen komen en hier teleurgesteld in de illegaliteit zullen eindigen. Is dat dan menselijk? Een beleid dat ervoor zorgt dat er zelfs in de asielzoekerscentra migranten worden verkracht, dat er daar geweld wordt gepleegd tegen de asielmigranten, tegen het personeel, tegen de buurtbewoners. Is dat menselijk? Hoeveel moeten er nog worden verkracht, verdronken, te maken krijgen met geweld en illegaliteit voor u gaat beseffen dat er helemaal niets menselijk is aan uw beleid? Hoeveel nog moeten er verdrinken, moeten er in de illegaliteit verzeild geraken voordat u gaat beseffen dat u de illegaliteit moet stoppen? En wij zijn heus niet de enigen die vragen stellen, want zelfs premier De Croo die stelde vorige week in de afspraak op vrijdag de vraag: hoeveel moeten we in dit land nog opvangen? Hoeveel plaatsen moeten we er nog bij creëren? Wel, mevrouw De Moor, ik stel mij diezelfde vraag. Ja, mevrouw de staatssecretaris, al jaren wordt die asielcrisis erger en al jaren blijven uw oplossingen steeds dezelfde. Uw oplossing die is altijd gewoon maar meer opvangplaatsen voor asielzoekers, meer personeel voor de asieldiensten, meer budget voor asiel en migratie. Het kan niet op. De oplossing is altijd nog meer migratie. Maar op die manier verergert u het probleem in plaats van het op te lossen. Nochtans, de oplossing die is er. Die oplossing die kan vandaag worden ingevoerd en u kan zelfs besparen op asiel en migratie in plaats van er nog meer aan uit te geven. Verstreng die gezinshereniging voor asielzoekers en schort ze eindelijk op voor de subsidiair beschermde. Start ontradingscampagnes op in alle herkomstlanden. Voer eindelijk die wet op woonsbetreding in en zorg ervoor dat illegalen echt gedwongen worden teruggestuurd. Dat is realistisch, wordt nu al toegepast in vele Europese landen. Premier De Croo, uw collega, die gaat morgen overleggen met onder andere Zweden en Denemarken. Wel, luister eindelijk eens naar die landen, want zij passen de programmapunten van het Vlaams Belang nu al toe. Stop deze waanzin, pas het Deense model eindelijk toe.